Normaal is de december maand een soort van baken van rust in de maand der game releases. Zo niet deze december met onder andere Just Cause 4 en Super Smash Bros. Ultimate. Tom is mee aan de slag geweest en ik vind het lastig. Super Smash Bros. Ultimate is gewoon de ultieme smash, dat snap ik. Ja. Maar ook, ja, het heeft gewoon alles. Het heeft alles? Ja. In ieder geval wel in, als je bedoelt, hoeveel materiaal ze hebben om mee te werken. Ja, maar het is echt, dit is bizar qua content, toch? Ja, dat is wel een beetje een punt. Je krijgt alle fighters en alle stages en alle muziek en alles van de vorige Smashers zit hierin, plus dan nog wat. Ja, plus dan nog wat. Je hebt toch ook al die support characters? Ja, je hebt ook nog allemaal spirits. Dat is eigenlijk de manier waarop ze zeggen van, ja, sorry, we kunnen niet iedereen een fighter maken, maar hier heb je alsnog, weet je wel, dat ene super obscure personage uit de NES game. Oh, die kun je nu gebruiken als een soort van power-up in de singleplayer. Ja, dat is echt heel erg vet. Dat is een beetje de premise. Game is niet gemaakt door Nintendo, maar naar Bandai. Dat vind ik echt super vet, want die blijken dat dus te kunnen. Echt heel tof dat Nintendo hulp vraagt. Want ja, ze hebben zelf vorig jaar Mario en Zelda uitgebracht. Maar op een gegeven moment zijn de studios een beetje op. Ja, op een gegeven moment kunnen ze niet meer. Maar dat is dus, kunnen ze dus wel. Dat hebben ze nu bewezen door hulp in te roepen. Super vet. Ik wil het breakdownen tot singleplayer en multiplayer. Is dat goed? Want er zijn volgens mij heel veel modi in deze game. Dat, ja, de meeste. Laten we beginnen met een speler als ik die deze game vooral zou spelen voor de singleplayer. Ja, wat je dan als grote nieuwe soort van pilaar krijgt waarop ze alles bouwen is de World of Light. Of de wereld van verloren licht, als je hem lekker op zijn Nederlands zegt. Het klinkt heel erg als Disney. Want volgens mij heb ik letterlijk een keer een Disney parade gekeken s'avonds die World of Light heette. Nou, dat zou zo maar eens kunnen. Ja, nee, het is wel een beetje een cliché naam of zo. Ja. Denk ik sowieso. Maar nee, het is een soort van modus waarin je top-down, zeg maar, alle spirits gaat bevrijden. Ja, dat is een soort Super Mario Bros. 1 of Super Mario Bros. 3 kaart overvliegen. Ja, er is een soort van overworld en je loopt daar een beetje een pad af en dan kun je zelf kiezen van, oh, ik ga eerst proberen deze te tackelen of, oh, dan kom ik later een keer terug als ik power-up gekregen. Hebben ze best wel leuk gedaan. Het is een soort van enorm fresco wat je soort van geleidelijk aan uitspeelt. En ondertussen krijg je dan zeg maar en alle fighters te zien, tenminste als je hem helemaal uitspeelt. En je krijgt dan ook nog eens een keer al die spirits die je gaat verdienen met allemaal power-ups. En de spirits kun je ook weer zeg maar snacks voeren zodat ze sterker worden. En dan kan bijvoorbeeld een Pokémon spirit kan evolueren. Ja, want oh vet. Maar een spirit is een tijdelijk hulpje in de game die je kan inzetten. Zoals je een Pokéball gooit. Nou nee, het is een modifier meer op je fighter. Dus dat kan zoiets zijn van, oh, je bent zwaarder om weg te slaan of je bent nu immuun voor als de vuur in de, of als de grond in de fik staat. Oh, en top. Je hebt allerlei kleine soorten dingen dat er soms ook zeg maar modifiers zijn waar je tegen moet vechten. Dat je denkt, oh, maar ik heb een counter daarop. Dus dan pak ik een fighter en dan zet ik deze spirits erop met deze levels en dan ben ik sterker tegen dit type fighter. En ik kan bijvoorbeeld, ja, weet je, er is rook in het level, maar daar kan ik dan doorheen kijken. Ja, ja. Tof. Dat is, hoe is dat vet? Want ik bedoel, ik weet nog, ik ken Smash Bros. 1 nog, mensen. Ja. 8 fighters, was heel vet. Maar dat was dan gewoon een leuke singleplayer, dat je aan het eind van elke singleplayer ronde, moet je die hand verslaan. Hoe bevredigend is het? Ja, nee, dat weet ik wel. Dat hoe bevredigend is de singleplayer? Oh, ik vind dit is de beste singleplayer die ze tot dusver ooit hebben gedaan. Gewoon je hebt de World of Light om gewoon doorheen te gaan en progressie te boeken. Maar tegelijkertijd krijg je dus ook die classic modus. Dat je met elke fighter heb je een eigen manier of een eigen route die je moet bewandelen. Waarbij je allerlei fighters moet verslaan. En ja, en dit komt natuurlijk geen end aan. Want je unlockt ook nog eens allemaal fighters. Ja. Die natuurlijk allemaal weer hun eigen route krijgen. Ja, ja, en dan kun je ze ook nog eens keer allemaal met z'n tweeën spelen. En ja, er zit best wel wat diepgang in elke fighter en wat je er allemaal mee zou kunnen. En dan is het ook nog eens een keer heel mooi met zo'n soort van muurschildering. En naarmate je moeilijker gaat vechten, kom je verder op die muurschildering. En een soort van hele slimme visuele manier om zeg maar te zien hoe goed je bent. Want je wil natuurlijk het einde, met elke fighter zou je het liefst het einde van die fresco willen bereiken. Ja, heel tof. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar dat is niet... Je zegt overigens wel het vrijspelen van de fighters. En dat is misschien het enige wat een beetje raar en obscuur is dat niet zeg maar een soort van bepaalde route loopt. Er zijn een soort van ondergrondse mechanieken die zeggen, oh, je krijgt nu ineens deze fighter die je moet vechten en dan speel je hem vrij. Ja, maar je kunt op YouTube nu al vinden hoe je dat kan om. Ja, maar het is wel een beetje raar als jij iemand bent die bijvoorbeeld een toernooitje wil organiseren, je koopt die game, dan moet je eerst op een hele rare manier al die fighters unlocken of zo. Dat vind ik echt heel erg tof. En sorry, ik sta heel erg tegen jou in dit geval, want het is heel erg leuk dat heel erg randomized is en dat je continu zeg maar beloond wordt voor het doorspelen van het spel. Ja, en dat er niet een soort van route, juist geen route te bewandelen is. Van oké, ik wil heel graag Roy van, hoe heet die franchise? Fire Emblem. Van Fire Emblem. Dan weet ik, dan moet ik dat en dat doen. Dan moet ik met Kirby dat en dat en dat. Ja. Is het niet heel erg leuk juist dat je daarom ook heel erg vaak verrast wordt in het spel? Van oh, ik krijg nu weer een fighter. Die daagt me uit, moet ik winnen. En dan krijg ik hem pas. Ja, op zich heeft dat ook wel weer iets leuks. Plus telkens als je dat silhouet ziet van er is een nieuwe vechter verschenen.
Je weet het roster natuurlijk al, maar omdat ze het op een best wel goede manier brengen, ben je bijna altijd zo van, oh, wacht, wie is dit? Is dit? En als je meteen herkent, sure, maar er zijn best wel van die momenten dat je denkt van, wacht, is het? Oh nee, wacht, het is gewoon die ene komt er nu aan. Maar ergens is er nog een soort van verwondering dat je bijna denkt van, oh shit, zit er ineens een random nieuw karakter in? Maar dan alsnog, ook al is dat niet zo... Dat is namelijk nooit zo, nee. Dat weten alle characters. Nee, maar het is wel, je merkt wel dat er gewoon, er is zoveel liefde voor al die franchises, voor al die fighters, voor al die spirits. En daarom is het, als je echt zo'n Nintendo-fan bent, of je bent een fan van, zeg maar, games van nu en weleer in het algemeen, dan dat is er ook vaak een glimlach op je gezicht. Dat is er ook waar Smash voor gemaakt is. Smash is toch niet gemaakt voor de e-sport, hè? Het is fanservice. En Nintendo is natuurlijk wel, qua e-sport zijn ze een beetje stil of zo. Ze weten dat Melee een enorme game is, maar ze supporten dat niet. Laten we eerlijk zijn, Melee is ook op e-sport niet een enorme game. Als je Melee vergelijkt met alle andere grote e-sports, staat niche. Er is een groepje mensen dat Melee speelt en boos wordt als ik dit zeg. Ja. Maar ik ben niet bang om dat te zeggen, omdat het er misschien 3 zijn. Nou, okay, en ik kan jullie aan. 1v1 me, Fox. I know, right? Nee, maar het is in ieder geval wel, ongeacht van of ze die niche nou, hoe ze die aan willen spreken, het is wel fanservice van de eerste klas. En die game is ook verzorgd in manieren waarvan ik niet had verwacht dat er zoveel verzorging in een game zou kunnen zitten. Het is echt heel netjes gedaan. Eén voorbeeld. Eén voorbeeld is gewoon, als je gaat kijken naar hoeveel ze van alles in die game hebben weten te stoppen. Al die kostuums die verwijzen naar nieuwe games, alle muziek zit erin. Het is zoveel liefde voor al die titels die ze op een of andere manier gestrikt ervoor hebben weten te krijgen. Een enig nadeel daarvan is misschien dat Final Fantasy heel erg out there is. Square heeft zoiets van, ja, jullie krijgen Cloud, jullie krijgen dat level wat jullie al hadden. Jullie krijgen 2 muziekjes, maar verder niks. Terwijl echt van de meest obscure NES-titels zitten er echt 6 spirits in of zo. En dan van Square zegt ze van, nou, nah, doen we niet meer mee of zo. Ja, misschien omdat Square de enige franchise in de game is die nog loopt. Misschien laat het eerlijk zijn, ik bedoel, Metal Gear, weet je, ja, hier neem Snake, ik bedoel, hij heeft verder toch niks te doen. Kojima is dode baby's aan het ontleden. Ja, misschien wel, maar het voelt een beetje, vind ik een beetje stroef van Square en Japan. Sowieso, het is een beetje die Japanse stroefheid die je bij Nintendo ook wel een beetje merkt, dat het online af en toe wat moeizaam is, weet je, het is lastig om in een kamer te komen, de netcode is een beetje moi. Dan maakt het wel af en toe dat je zoiets hebt van, ah, er zijn wel veel obstakels voordat je gewoon lekker een potje kan smashen. We willen gaan naar de multiplayer, want voor mij zijn er nog 2 singleplayer modi. Oh ja, er is ook nog een massa smash. De classic modus uit deel 1 en? Je hebt ook nog het spirit board waarop je, zeg maar, timed spirits kan unlocken. Dat zijn dan gewoon challenges die komen van, oh, deze is er nu voor 5 minuten, maar dan moet je hem wel nu verslaan. En als je verliest, dan ga je hem even niet meer terugzien, zeg maar. Dat is een manier om alle spirits te gaan unlocken, maar het is wel... Het is heel erg zo van, oh, ik wil die nog, oh, ik moet zit die Shambin erin? Shambin zit er helaas niet in, maar misschien moeten ze IO overbellen. Nu je het zegt, ik wil... Stop Agent 47 in Smash. Kom op, Sakurai, waar ben je mee bezig? Oké, multiplayer. De game heeft multiplayer, maar... Ja. De game heeft multiplayer. Ja. Maar dat is het toch? Daar houdt het mee op. Want de game is niet gemaakt voor online multiplayer. Nee, je kan het niet online spelen. Dan heb ik te veel lag. Dan kan ik bij de popje niet meer besturen. Ja, als sowieso... ik toernooi speel, speel ik sowieso op enkels op. Als je hele fijne potjes wil hebben, kun je nog het beste gewoon lekker inderdaad met z'n allen op de bank. En op tegenhoor dan ook die Wii U adapter erin dat je GameCube controllers hebt. Super relaxed. Maar nee, het is inderdaad wel. Ik vind het fijn dat online er is en dat het kan. Maar het is nog steeds wel een beetje. Weet je, dan heb je. Nintendo kondigt dan ook aan van, oh, we gaan een soort van speciale space maken op de Nintendo Online Switch Online app. En daar kun je dan, dat is de Smash World, maar die is er vervolgens niet. Dan denk je van, wat? Dat was juist de manier waarop we met elkaar kunnen communiceren. Waarop we kunnen zeiden van, hé, hey, we gaan een toernooitje organiseren of zo. Dus er is, op dat aspect is er wat stroefheid. Maar het is alsnog wel fijn dat je gewoon kan zeggen van, bijvoorbeeld ook met Amador en Sander, die hadden de game ook gekocht. En ik zei van, kom, we gaan lekker gewoon in een kamertje zitten. We gaan een avondje lang smashen. Dat die mogelijkheid er is fantastisch. Dat er dan af en toe de verbinding wegvalt, ja, dat is dan kut. Maar goed, dat is vervelend. Nintendo heeft wel laten zien dat ze goed zijn geworden in, zeg maar, ongoing games. Dat ze games as a service best wel goed aan kunnen pakken. Kijk naar Splatoon 2, kijk naar Mario Tennis Aces. Heel veel post-release content, heel veel post-release push ervoor of zo. Allemaal evenementen en zo. Dus wat dat betreft is het komt vooruitzicht. Komt Petey Piranha naar Super Smash Bros. Ultimate? Dat is de vraag. Nou ja, je hebt natuurlijk al Piranha Plant komt er wel aan als je hem voor de 30ste van januari koopt. Oh, echt? Dan krijg je Piranha Plant zodra hij uitgerold wordt. Nee, maar ik dacht Petey Piranha, dat was nou de reveal van Mario Tennis Aces. Dat was wel super gaaf. Ja. Ik bedoel, Luma alleen zit nu ook in Mario Tennis Aces. Dus wat dat betreft, het voorspelt heel veel goeds voor Smash dat ze met nog heel veel toffe fighters komen. Ik bedoel, Joker uit Persona 5 komt erin. Dat is crazy. Dat is stom. Nou ja, dat vind jij dan misschien stom, maar dat is best wel een bizarre soort van samenkomst. En dat belooft wel veel goeds voor wat er nog meer zou kunnen komen aan Smash in 2019. Wacht even, Mortal Kombat characters in Smash. Fuck hoe vet is dat? Street Fighter Fatalities. Ja.
Net als die guy van Friday the 13th, weet ik weer, die zit ook in... Freddy. Freddy, ja. Want ik heb laatst alle content van Mortal Kombat 10 gezien vanwege 11 die eraan komt. Ja, oké, dit is... Alle fatalities. Ja, dus je mag je eruit knippen. Nee, maar ik viel mij op hoe vet dat ze zijn als je Mario hart maar terug. Zou pakken. Ja, breng maar terug gewoon. Ja, gewoon Peach gewoon kapot rukken in twee rijen. Ja, nee, prima. Dit is de meest complete fighter ooit gemaakt. In ieder geval de meest complete Smash ooit gemaakt. Ja, maar gewoon de meest complete fighter, denk ik. Er zit ongelooflijk veel content in met erover te spreken. Ja, het is echt wel een... Als je iets met Smash hebt gehad, dan weet je gewoon, dit is een sure buy. En sterker nog, als je ook niks met Smash hebt gehad, maar je bent gewoon een liefhebber van Nintendo games of games in het algemeen. Je wil gewoon, zeg maar, zien hoe ze samenkomen, dat komt hier. Je moet wel van vechtspelletjes houden, want als je er niet van houdt, dan moet je het ook niet gaan spelen. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een andere soort fight. Het is niet zo met combo's maken en zo op de manier van... Ja, maar je moet nou niet denken, ik hou van Mario, dus ik ga dit leuk vinden. Ja, nee, dat zou lastig zijn, maar je kunt het proberen. Je kunt het zeker proberen. Er is heel veel liefde voor Mario. Er is geen demo. Je moet eerst bij ja, prima. En daarna kijk je wel. Ik vond jou trouwens in de review een beetje verontschuldigend dat jij niet van e-sports weet. Maar niet, niemand weet van e-sports. Nou ja, nee, ik had gewoon zoiets van, ik ben geen top-tier player ofzo. Nee, maar dit is daar niemand. Moet je niet voor mij zijn. Dat die mensen die denken dat ze zijn, die moeten niet bij ons zijn. Nee, ja, misschien ook niet. Nee, ja, I don't know. Ik vind het altijd wel leuk om even te kunnen behandelen van hoe goed ik nou eigenlijk ben. En in wezen, ik ben gewoon heel erg slecht in sports. Ach, boeien, jij hebt vrienden. Goed, onwijs bedankt voor het kijken. De Thomas Heer te spreken. Wat heb je voor cijfer gegeven? Dat was mij 9,5. 9,5 voor Super Smash Bros. Ultimate. De meest ultieme en complete Super Smash Bros. Ik wilde hem van de week kopen bij de Mediamarkt, maar hij was uitverkocht. Ja, inderdaad, ik zag het, ja. What the fuck is dit? De Switch is eindelijk aan te slepen. We zijn echt weer terug in de tijd van Super Smash Bros. 1. Dat games daadwerkelijk weer uitverkocht waren. Maar ja, ik wil het hoesje, dus ik ga denk ik vanmiddag naar mijn lokale Game Boy Smash halen. Dan gaan wij spelen. Ik denk dat het slim is, ja. Ja, leuk. Bedankt voor kijken. Wil je nog meer content weten rondom Super Smash en alles rondom de wonderenwereld game? Kijk elke dag, ook in 2019, naar gamerset.nl. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Peter. Tot snel. Ik was even vergeten dat ik daar iets moest zeggen. Ja, daar zeg je altijd leuk.